Op verschillende locaties zijn vanmorgen activiteiten georganiseerd in verband met de 24e editie van World Challenge Day. Het doel van Challenge Day is het stimuleren van sport- en bewegingsactiviteiten. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft in het kader van deze dag activiteiten georganiseerd voor leerlingen van 10 scholen van de omgeving op het Wil-Akswijk Sportcentrum, oftewel SOSIS. De ministers Lalini Gopal, André Misikaba en Mike Noor Salim hebben ook meegedaan met de bewegingsactiviteiten. Minister Gopal sprak de leerlingen toe en gaf aan waarom het ministerie deze dag heeft georganiseerd. Omdat wij weten hoe belangrijk bewegen is. Vandaag gaan we dus onafgebroken 15 minuten met u bewegen. En waarom is bewegen belangrijk? Het is goed voor de gezondheid, maar het is ook goed voor je geestelijke ontwikkeling. We willen toch allemaal overgaan en slagen? Ja! Oké. Bewegen, sporten en goede schoolprestaties gaan samen. Geloven jullie dat? Ja! Oké. Dus u belooft mij dat u elke dag op zijn minst 15 minuten gaat bewegen. Beloven jullie dat? Op de OS Gijsbertusstraat en BO Martrette zijn de leerlingen een kwartier sportief bezig gehouden. De sportschool Multibox heeft sportactiviteiten georganiseerd voor de leerlingen van BO Martrette. Werner Soukias, eigenaar van de Multibox Gym, zegt dat het een apart gevoel is om met kinderen bezig te zijn. U hoort ook Shania van Dalen, leerling van BO Martrette. Dit weekend staan we ook op de Kids Heritage beurs. Het heeft ook te maken met die World Challenge Day, toch? Dus we zijn echt bezig met kinderen en we zijn eigenlijk ook uitgenodigd via een van de juffrouwen hier. Ze had ons eigenlijk al lang gevraagd, maar we hebben zo'n druk schema. Ik dacht van nee, vandaag moeten we even tijd maken. En wat betekent World Challenge Day precies? Zo, je hoort de naam, het is een challenge. Je challenge elkaar eigenlijk. Je daagt elkaar uit om wat te doen wat je niet gewend bent te doen. Dus als je niet gewend bent te squatten zoals hun, kijk, het is een challenge. Je doet mee en het is gezellig. Het is eigenlijk voor de gezelligheid een beetje teambonding, dus mensen leren kennen. Daarvoor gebruiken we het sowieso. En natuurlijk grenzen verleggen van mensen, om mensen te laten zien, je kan veel meer dan je denkt. Ik wou ze zeggen dat ze het moeten leuk maken, ze moeten luisteren naar de mensen en ik hoop dat ze het gezellig hebben. Als laatst zag u Shania van Dalen, leerling van BO Martrette, en daarvoor Werner Soukias, eigenaar van de Multibox Gym. Ze spraken vanmorgen tijdens sportactiviteiten in het kader van World Challenge Day.